Niet iedereen vindt het leuk, maar het moet toch. De belastingaangifte, voor 1 april. Red je dat niet? Vraag dan uitstel aan voor 1 april. Met 1 telefoontje naar de belastingtelefoon krijg je zonder opgave van redenen uitstel tot 1 september. Alleen als je de aangifte vorig jaar al te laat hebt ingediend, kan de fiscus het uitstel weigeren. Ik weet dat je dan uitstel kan aanvragen voor je belasting. Dus dat heb ik ook gedaan. En ook laten doen. Dus zorg in ieder geval ervoor dat het goed geregeld is. Ik heb het dus samen met iemand gedaan, omdat ik heb er niet zoveel verstand van. Dus ik vind het best wel lastig, dus ik ben toen geholpen. Vanaf 1 maart kun je een aangifteprogramma downloaden dat al grotendeels is ingevuld door de Belastingdienst. Dat is handig en het voorkomt dat je dingen per ongeluk in de verkeerde rubriek invult. En die slordigheidsfout is nu juist de meest gemaakte fout volgens de Belastingdienst. Je moet de gegevens wel controleren en de aangifte afmaken. Let erop dat met name de gegevens waarmee je belasting kunt besparen niet van tevoren zijn ingevuld. Ik begrijp het wel, maar ja, ik heb er nooit veel zin in om dat te doen. Ja, het is niet veel werk, maar nee. Het is wel veel werk wat je ervoor moet doen voor het beetje geld wat je krijgt dan, in mijn geval. In 2013 veranderde er veel in de belastingaangifte. De meest ingrijpende fiscale wijziging per 1 januari is de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Als je voor het eerst een woning koopt, moet je de lening voortaan verplicht in 30 jaar aflossen. Als je verhuist naar een duurder huis of verbouwt, moet je gaan aflossen over wat je voortaan extra leent. Daardoor neemt je schuld en daarmee ook de renteaftrek elk jaar af. Wie al renteaftrek heeft, houdt die ook bij verhuizing. Maar als je je huis verkoopt in 2014 en pas in 2016 een nieuw huis koopt, dan moet je voortaan ook gaan aflossen. Mocht je na verkoop blijven zitten met een restschuld en heb je daarvoor een lening afgesloten bij de bank, dan is de rente op die lening 10 jaar lang aftrekbaar. Maar dat geldt alleen als je je woning na oktober 2012 hebt verkocht. De regels voor aftrek van scholingkosten zijn ook flink aangepast. In 2012 kon je bijvoorbeeld studiekosten pas aftrekken vanaf €500, maar nu zijn de uitgaven al aftrekbaar vanaf €250. Let op, alle fiscale regelingen die vroeger ingingen op de 65-jarige leeftijd gaan voortaan pas in op de AOW-leeftijd. In 2013 is dat bij 65 jaar en 1 maand en vanaf 2015 loopt de AOW-leeftijd met meerdere maanden per jaar op. Verder werd er flink gesleuteld aan de heffingskortingen. Als belastingbetalen een spel was, dan waren de heffingskortingen de jokers. Heffingskortingen trek je af van het te betalen belastingbedrag en is dus een netto voordeel. Je kan daarom beter €100 heffingskorting hebben dan een aftrekpost van €100. De heffingskortingen die het sterkst wijzigen zijn de werkbonus en de arbeidskorting. Iedereen die betaald werk heeft, krijgt arbeidskorting. Voor modale inkomens gaat de korting ietsje omhoog. Maar wie meer dan €70.000 verdient, ziet zijn arbeidskorting juist verschrompelen. Ook bij AOW'ers met dat inkomen gaat de korting in 2013 omlaag. En verder is de doorwerkbonus vervangen door de werkbonus. Die nieuwe bonus pakt voor de meeste mensen minder gunstig uit. De oude bonus was er ook om 65-plussers te stimuleren om door te werken, maar de nieuwe bonus promoot alleen doorwerken tot 65. Bovendien is de bonus aan meer restricties gebonden en is de maximale hoogte verlaagd, al zijn er wel situaties waarin je weer wel beter uit bent. Een andere heffingskorting die wijst is de oudere korting. Voortaan krijgen alle AOW'ers deze korting. Ten slotte is er in 2013 een nieuwe tijdelijke heffingskorting geïntroduceerd voor mensen in de VUT of met prepensioen. Deze korting bedraagt maximaal €182. Op onze website vind je handige checklists die je helpen om de belastingaangifte goed in te vullen. Ook met advies om het hele jaar door belasting te besparen. Deze en nog veel meer tips staan ook in de mini-gids belastingaangifte die je gratis kan bestellen. Voor consumenten die het naadje van de kous willen weten, hebben we de Bijbel voor de belastingaangifte. De belastinggids. Je kunt hem bestellen in onze webshop. Wil je meer informatie over de belastingaangifte? Ga naar onze website.